Hoi allemaal, ik heb gisteren een paar producten uit de snoepwinkel gekocht en die wilde ik zo graag uitvoeren voor mijn gloednieuwe video. Dus ik wens jullie alvast heel veel kijkplezier. Het allereerste heb ik deze in mijn hand. Het is Nerd Candy en er zitten daar watermeloen en een cherry, dus zijn lekkere snoepjes. En die ga ik uittesten, want ik heb nog nooit dit gegeten, dus het lijkt me leuk om te doen, voor de allereerste keer. Nou, in ieder geval heb ik al die snoepjes op mijn hand en die ga ik oppakken. De groene kleur pik ik op en dan ga ik proberen. Dus ik ben echt benieuwd. Daar gaat hij. Oh, deze snoepjes geef je meer van smaakje. Hij is wel lekker. En nu is de rode aan de beurt. Daar gaat hij. Het is precies dezelfde wat erop staat. Watermeloen en cherry dus. Het is gewoon lekker. Daarna ga ik allebei proberen. Dus rood en groen. Daar gaat die jongens. Hij is officieel goede smaak. Mixen, combinatie. Goede kwaliteit vanuit snoepwinkel. Ze hebben tegen mij gezegd zo van dat spulletjes komen uit de buitenlandse en die wordt naar Nederlands toe gestuurd en dan belandt hij in de winkel en daar verkopen ze, dus daar had ik hem genomen. Dus gelukkig maar kon ik voor jullie uitproberen. Ik heb lekkere chocolade. Deze chocolade heb ik nog nooit gegeten en ik ga dit product uitproberen. Spannend. Ik ga opmaken. En kijk hoe het eruit ziet. Tadaa! Het ziet zo geweldig uitzien. En het is zeg maar net zoals van cupcake. Maar dan in chocolade versie. Het is echt grappig. Ik ga deze proberen. Dat chocolade. Die heeft wel een smaakje. Boter, zout. Dus één is prima. 2 is te veel, 3 is niet goed. Dus ik zal maar tips geven aan jullie. Neem alsjeblieft eentje. Dit is nu de volgende product en het is een augurk. Ik heb wel eens in de verleden tijd een andere versie van deze verpakking gegeten. En dat vond ik echt super heet. Maar deze verpakking is een andere versie. Dus voor mij is nog dit spannend en ik ga dat uitproberen. Zo te zien is dit een dikke augurk die ik echt eerder gezien heb. En het is een vreemde augurk. Die neem ik uitdaging. Dus ik ben echt er klaar voor. Daar gaat hij. 3, 2, 1. Hij is leeg jongens en het was zo zoutig, want die augurk kan ik wel tegen, maar de water, het is niet zo echt lekker, maar goed. Tenslotte heb ik deze Fanta. Deze Fanta komt uit Japan
En deze producten is nog nieuw voor mij. En ik heb nog nooit zoiets van te gezien. En ik kan niet lezen wat erop staat. Jongens, cheers! Dit vind ik allerlekkerste die ik gedronken heb. Heel goede kwaliteit. Wel jammer dat er 100 ml is. Best klein, maar wel lekker. Ik heb alles uitgeprobeerd. Ik vond het super leuk. En ik wil jullie alvast bedanken voor degenen die naar deze video toe kijken. En zet het duimpje alvast omhoog. En abonneer en like op mij. En dan zie ik jullie volgende keer weer. En dat blijft toch een surprise. Nou, doei allemaal!